Ik ben hier in de Achterhoek in het dorpje Voorden bij kasteel Hakvoort. En waarom ben ik hier? Mijn voorouders komen hier vandaan. Sterker nog, er heeft zich een klein drama afgespeeld hier in de 18e eeuw. Hier woonde Anna Maria Dorothea van Lintelo. En zij was getrouwd met baron Frederik Bouchard Lodewijk van Westerholt tot Hakvoort. En zij kregen 5 kinderen, dus so far so good. Maar op een gegeven moment de baron overlijdt en Anna die heeft haar oog laten vallen op Jan Jimmink, de tuinman hier, de hovenier. Zij krijgen 3 kinderen, waarvan er 1 weggehaald is uit het gezin. En eigenlijk dus ontvoerd is uit het kasteel. En naar Noord-Holland is gebracht als babytje. En dat is mijn voorvader. Dus ik ben eigenlijk van adel. Dat in de eerste plaats. Maar ik ben hier niet alleen vanwege mijn familiegeschiedenis. Ik ben hier ook omdat er rond het kasteel hele mooie stintseplanten zijn aangelegd. Een paar eeuwen geleden al. En dat deden de bewoners van deze landgoederen om te imponeren, om te laten zien wat ze van elders hadden gehaald, uit Azië en Zuid-Europa of elders uit Nederland. En er werd dan hier aangeplant rond zo'n stenen gebouw, want stintse betekent steen in het Fries. En die planten werden aangeplant dus rond pastorieën en boerderijen en kastelen. Nou, hier staan we op een veldje vol stintse planten en het zijn echte voorjaarsbloeiers. Dat kan je ook nu zien hier midden in de lente. Je ziet onder andere de kievitsbloem met die mooie paarse klokjes overal. Dat is een stintse plant. Maar je ziet ook fluitenkruid en dat noemden ze bijgoed. Het is natuurlijk ons onkruid gewoon. En dat is een kruid wat ik ook op mijn wildclubwandelingen aanwijs. En dat is dus niet zo bijzonder. Nou, op dit prachtige landgoed rond het kasteel staan heel veel stintse planten. Waaronder de sleutelbloem. Bosanemoon. Mooi wit bloemetje. Die zie je ook heel veel verwilderd in de bermen op andere plekken hier in de regio. En dan hebben we het fluitenkruid. Dat kent iedereen, dat is heel bekend, onkruid. En ook het zevenblad. Dat is ook een bijkruid van vroeger. Maar ik pluk hier helemaal niks, want ik heb geen toestemming van de tuinman. En het is sowieso verboden om zomaar te wil plukken op in gebieden die van anderen zijn. Dus laat alles netjes staan.